De gemeenteraad van Druten heeft de toekomstvisie voor 2040 vastgesteld. Het toekomstbeeld voor Druten in 2040 is samengesteld door inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeenteraad. Het resultaat is een ambitieuze visie met de titel Samen sterk, samen Druten. Een denktank bestaande uit 5 raadsleden uit gemeente Druten was nauw betrokken bij de totstandkoming van de toekomstvisie Druten 2040. De gemeente hoopt met deze toekomstvisie gezamenlijk te gaan bouwen aan een toekomst waarin de kracht van samenwerking en innovatie de gemeenschap sterker maakt. De denktank is er in een structureel overleg bij betrokken vanaf het begin. Om te kijken van ja, hoe gaan we het aanpakken, hoe gaan we het uitvoeren, op welke manieren krijgen we informatie terug. Dus eigenlijk vanaf het begin is steeds een denktank geweest om te sparren. De denktank denkt na over hoe het proces verloopt en hoe het meeste uit de gemeenschap gehaald kan worden. De 5 raadsleden van de denktank hadden vragen in de gemeenschap gesteld. En dan wil je naar boven krijgen van, ja, zijn dat de juiste manieren? Hoe komt het terug als je een bepaalde bijeenkomst hebt? Dus die denktank, die een verlengstuk van het hele proces om in feite een bredere kijk op het proces te krijgen. De toekomstvisie is een beeld van hoe Druten er als gemeente uit wil zien in 2040. Het gaat hierbij om leven, wonen en samenwerken. Dit betekent dat de gemeente gaat kijken wat de ontwikkelingen en wensen zijn voor 2040. De basis is in Druten hierbij hetzelfde. Goed met elkaar samenleven en elkaar willen ontmoeten. Dit is ook het belangrijkste gebleven in de toekomstvisie. Dus ik denk het belangrijkste daarin is dat we elkaar willen blijven ontmoeten, zoals we dat nu ook al doen. Elkaar willen blijven zien, elkaar helpen waar nodig, naar elkaar omkijken. Dat is denk ik echt de kracht van onze gemeente en van de inwoners van onze dorpen. En dat betekent dat we dat ook vasthouden voor 2040. En we hebben heel veel vrijwilligers, we hebben heel veel verenigingen. Sociale cohesie in Druten is heel groot en dat houden we vast. Een van de pijlers in de toekomstvisie is dat de gemeente energie-neutraal wilt zijn in 2040. Dit betekent dat er toegewerkt wordt naar een circulaire economie, dat er energie wordt opgeslagen en dat Druten energie-neutraal zal worden. Hoe dit plan in werking wordt gesteld, zal later pas bekend worden. Dus we hebben de toekomstvisie vastgesteld met de raad, maar zeker ook met onze inwoners en met de ondernemers en de scholen en een heleboel verenigingen en instellingen. Die zullen ook in de komende 16 jaar daarbij betrokken blijven.